Goedemiddag allemaal, bijzonder en ieder zo dichtbij allemaal op de eerste rij te kunnen zien. Een bijzondere samenwerking tussen jou met Nederland en België en met Fox IT rondom dit thema, wat eigenlijk al jaren in Nederland en in België trouwens ook op de agenda staat als het gaat om CEO-bijeenkomsten. En ook dan eigenlijk ook altijd wel goed bezocht worden. Maar deze heeft toch ook onze verwachtingen een beetje overtroffen. De urgentie van het onderwerp en hopelijk ook de voorbeelden die we gaan bespreken hebben daar bijgedragen. We gaan eigenlijk naar drie sprekers luisteren. We gaan eigenlijk neer in een soort discussie. Dat gaan we een minuut of 40 doen. Daarna is er een breakout wat Hendrik al aangaf. Die 40 minuten worden al een uitdaging op zichzelf, omdat alle drie de heren enorm betrokken zijn bij dit onderwerp, inhoudelijk, uit ervaring. Was het wel niet in het verleden dan door het recent, of in lange tijd, dan ook al voor sinds recente gebeurtenissen. Desondanks is het wel mogelijk om mee te doen in die discussie. Maar gebruik daar dan voor de chat. Hendrik en ik ook zelf houden daar een oog op, dus als er daar een specifieke prangende vraag is, stel die daar dan daarin in die chat. Dan ga ik proberen dat in gesprek met z'n drieën, vier eigenlijk, te faciliteren. En dan moeten we proberen, of gaan we gewoon van de luk om dat binnen de tijd te kunnen afronden en zorgen dat er genoeg inhoud en kennis gedeeld wordt om dit naast de wijnen ook interessant te maken. Ik wil graag beginnen met de drie deelnemers aan de discussie voor te stellen. Daarbij wil ik beginnen bij medeorganisatie Fox IT, bij Frank. Frank Groenewegen, Chief Security Expert. Frank, mag ik heel kort jouw vragen, jouzelf even kort voorstellen wie je bent, wat je doet bij Fox IT? Jazeker, nou, ik ben Frank Groenewegen, directielid en daarmee ook het technische geweten van Fox IT. Inmiddels iets meer dan 15 jaar in dienst, dagelijks betrokken bij alle uitdagende en risicovolle onderzoeken en opdrachten die wij voor onze mooie klanten mogen doen. En dat betekent eigenlijk dat ik dagelijks te maken heb met de nieuwste technieken en trucjes die criminelen, hackers en of spionnen gebruiken om in sommige gevallen helaas hun doel te proberen te bereiken bij onze klant. Dankjewel. En jij... Jij zal ook zometeen Michiel een beetje bijstaan, of in ieder geval de vragen. Die hebben ook Michiel bijgestaan of bij de problematiek rondom de universiteit. Ja. Dankjewel voor de introductie. Björn, jij bent CIO bij Kinepolis, een hele grote internationaal bedrijf in de entertainmentindustrie, bioscopen. Exporteren jullie. Maar misschien wil je kort jezelf even voorstellen, ook hoe lang je daar zit en wat jou, waar andere Belgische deelnemers of Nederlandse deelnemers je van eerder kennen. Oh, perfect, Jeroen. Met veel plezier. Dus goedemiddag iedereen. Mijn naam is Björn van Reet. Ik ben inderdaad CIO voor Kinepolis. Een van de grotere spelers in Europa in de entertainment sector, maar vooral in de cinema sector. Ikzelf werk daar 4 jaar, Jeroen. Ik ben 4 jaar actief binnen de groep. En ik ben heel blij om de groei van de groep ook te hebben mogen meemaken. We zijn momenteel actief in 9 landen, hebben 112 van die complexen. En op 7 oktober ook in Nederland openen we dan nog eens het nieuwe complex in Haarlem. En onze betonmodel blijft gewoon draaien en we hopen in de toekomst terug volle cinemazalen te hebben, want wij zijn best wel een bedrijf dat relatief hard getroffen is door de COVID-periode. Dus dat is, we bevinden ons in een onzekere periode op dit moment. Ja, dat geloof ik graag. En we hadden het net al in het voorgesprek vooraf ook al even over de impact van grote producties, zeg maar, en het uitstellen of niet op jullie bezoekersaantallen, afgezien van de corona-voorschriften die er zijn. Dus dat zal de rol van IT, maar we komen zo meteen bij jouw verhaal. De rol van IT en beveiliging vind ik een interessante, want bij een bioscoop verwacht je daar recht toe, recht aan een kaartje verkoop. Maar ook in het volgende weet ik dat er ook nog wat complexiteit bij zit. Dus we gaan daar straks wel even op in. Dankjewel voor je korte introductie. Dan wilde ik Michiel, CIO van de Universiteit van Maastricht. Misschien wel de CIO die het afgelopen jaar in Nederland het meest in de media is geweest. Als CIO's op willen vallen
attentie willen krijgen in een boardroom, is op zich tijd al een uitdaging. Hoewel dat het afgelopen half jaar met corona wel aardig gelukt is. En, maar in Michiels geval nog wel bijzonder, want hij haalde het journaal. Maar had dat volgens mij liever voor wel andere reden misschien willen doen. Dus heel bijzonder dat je er bent, Michiel, dat je vandaag niet zozeer de case wil. Heel kort ook wat achtergrond. Ik denk dat alle deelnemers hem wel kennen. We zijn vooral vandaag ook geïnteresseerd om te weten wat is de impact geweest voor jullie organisatie en ook voor je job in feite. Daar gaan we zo wat meer over hebben. Maar Michiel, misschien wil je kort jezelf voorstellen hoe lang je bij de Universiteit van Maastricht zit en wat je daarvoor gedaan hebt. Ja, welkom ook iedereen. Mijn naam is Joel Borgers, CAO bij de Universiteit van Maastricht sinds 2,5 jaar, bijna 3 jaar. Daarvoor 8-9 jaar in de Nederlandse overheid gewerkt. Grote van mijn tijd bij de Belastingdienst. In die tijd daarvoor aan de commerciële kant bij een grote consultancypartij gewerkt. En de afgelopen 2,5 jaar aan de UM. En ik kan nog wel eens tip meegeven, Jeroen. Als je aandacht wil hebben in de boardroom, een van mijn casus, don't try this at home, zou ik zeggen. Ik zou het niet aanraden. Dit was iets te veel exposure, zeg maar. Ik lijk, en afgezien van de boardroom, maar ook gewoon op verjaardagen lijkt het me ook iets waar je zegt van, skip mij maar. Of niet? Nou, oké. Ja en nee. Ik denk dat als je gaat kijken naar de casus, misschien kan ik hem even heel kort toelichten. Ja, precies. Op 23 december in de avond, om 19:30, ontstond mijn worst nightmare. Tenminste, dat dacht ik. Maar toen ik gebeld werd dat wij onze systemen niet meer in control hadden, had ik al heel snel het idee van, heb je echt een probleem te pakken wat je niet op je geweten wil hebben? Maar uiteindelijk bleek de oorspronkelijke oorzaak al op 15 oktober geweest te zijn met een, zoals bij velen bekende, een phishing mail, waarvan iedereen weet dat je er niet zo dom bent om erop te klikken, maar iedereen het toch wel een keertje doet. En door een combinatie van factoren, de criminelen in staat zijn geweest om uiteindelijk op 23 december ergens op een knop te drukken en onze omgeving over te nemen, of in ieder geval op slot te zetten. En dat werd al vrij snel duidelijk. En we hebben het over de impact van IT, maar echt onze hele organisatie lag plat. Dus ook als je denkt dat de universiteit is waar je gewoon les geeft en onderzoek doet, dat kan zonder IT. Dat is gewoon in heden ten dagen gewoon niet meer het geval. Echt alles zat dicht. Toen wij daar 23 s'avonds daarachter kwamen, hebben we maar, ik weet niet of het op 23 of de 24 ochtends was, hebben we Fox IT gebeld, volgens mij om 1 uur 's nachts. Toen we wisten dat we geransomd waren en we de ransom note tegenkwamen, waaronder stond, it's a business, it's not personal, it's a business. En daarmee konden we het doen op dat moment. Kleinigheidje, hoe ontvang je zo'n ransom note? Sturen ze dan een mail? Nee, dat is nog veel, voor de techneuten nog veel simpeler. Je zet gewoon een standaard tekstfoutje op elke server waar je met je software geweest bent. Mm. En de betreffende systeembeheerder ziet zo'n tekstfoutje en begint hem dan gewoon te lezen. En op het moment dat deze dan tegenkomt, dan ben je in ieder geval blij dat je weet wat er aan de hand is. Ja, dat wist je op dat moment nog niet. Bij het begin waren we even in eerste instantie niet in control meer van onze eigen infrastructuur. Maar ook in deze casus geldt dat soms pech en foutjes soms ook je geluk kunnen zijn. Dus ze hadden al onze domeincontrollers overgenomen, dachten ze. Maar doordat we eentje anders hadden geconfigureerd dan de andere vier, konden we ons eigen netwerk vrij snel weer overnemen. En hadden wij dus het geluk dat we relatief snel weer ook een aantal dingen weer in eigen grip konden krijgen. En niet volledig afhankelijk waren van de criminelen. Dus dat was denk ik wel het geluk wat we hebben gehad. En daardoor ook, mede ook trouwens met trots voor onze medewerkers die keihard gewerkt hebben, hebben we relatief snel ons landschap weer op orde kunnen krijgen. Dus op 6 januari toen we na de vakantie, het eerste moment van vakantie terugkwamen en sommigen het nieuws even niet hadden gevolgd, waren zelfs enkelingen die niet in de gaten hadden gehad dat wij 2 weken lang op slot hadden gezeten. Nou, dat is denk ik een compliment aan alle medewerkers. En een week later waren we voor 80% weer up and running.
Dus dat is even grofweg de tijdslijnen die bij ons gelopen hebben. Ja. Nou was, wat heel bijzonder is over jullie case, vond ik zelf, is ook dat jullie toegegeven hebben dat er betaald is. En ik heb overigens, we zullen straks die link nog delen, ik heb het rapport ook gelezen wat jullie ook in openbaarheid hebben gebracht, wat erg sterk is. Zowel gedurfd, maar ook heel veel openheid geeft. Jullie hebben zeg maar ook betaald. Wanneer hebben jullie betaald en wanneer is wat is dan het en wat is daarna de resolutieperiode geweest, zeg maar? Hoe snel heb je toen? Nou, er zijn een paar dingen. Kijk, toen wij wisten dat we ransom waren en we wisten nog ineens het bedrag, want dat stond niet in de ransom note, hebben wij meteen gezegd: wij gaan nooit criminelen betalen. Over my dead body. Dat was echt onze reactie en zei: we gaan het gewoon niet doen. Klaar. We gaan het. Op het moment dat je dan ontdekt dat een deel van onze infrastructuur was op slot, niet alles, een groot deel ook niet, maar ze hadden net helaas net één of twee systemen ook te pakken genomen, gerelateerd ook aan ons mailsysteem, dat ons heel veel tijd zou kosten om een aantal dingen up and running te krijgen. En toen wij opnieuw naar de casus hebben gekeken en gewoon de scenario's hebben afgewogen, ook samen met Fox IT. En nou, ik heb ook een technische achtergrond, maar je neemt toch het scenario mee van, nou, we gaan gewoon zelf gewoon decrypten en we gaan zelf gewoon die sleutel zoeken, als een van de scenario's. Maar ook, we bouwen meer van scratch af aan op, of je gaat betalen. Dus we hebben gewoon een aantal scenario's één voor één doorgenomen. Dan kom je eigenlijk, als je als hoofddoel hebt als instituut onderwijs en onderzoek geven, en je weet dat je op 6 januari weer live moet zijn, en eigenlijk scholen weer open gaan of de op 2 studenten terugkomen. Ja. 2 januari moest men eigenlijk alweer de tentamenstof alweer in kunnen zien, en dat, die deadline hebben we ook gehaald. Dan weet je op een gegeven moment dat je een keuze moet maken om te gaan betalen. Dat moet je afstemmen met heel veel partijen. Dat moet je zorgvuldig doen. Maar het argument voor ons is geweest, uiteindelijk staan wij voor onderwijs opgesteld en moeten wij zorgen dat wij onderwijs kunnen blijven garanderen. Dat is voor ons de reden geweest om uiteindelijk te betalen. We hebben er meteen wel bij gezegd van, ja, maar dit is overheidsgeld. En daarmee hebben wij ook de plicht om alle kennis en ervaring die we hebben opgedaan terug te geven naar de maatschappij toe. En dat is dan ook de reden geweest waarom we hebben gezegd, we gaan op 5 februari een seminar houden. Maar ook het rapport van Fox IT en onze eigen reactie op brengen wij naar buiten toe. En dat zijn de redenen geweest waarom we hebben gezegd, we gaan nu, waar we geacteerd hebben zoals we geacteerd hebben, laat ik het zo zeggen. Een van de vragen in de chat die ik ook relateer, is uiteindelijk, is van Roel vraagt, van, was het ook gelukt om je zo snel up and running te komen? Dan maar hoe lang had het geduurd alvorens je het up and running had zonder te betalen? Heb je daar enig idee van? We hebben daar vanzelfsprekend met die business case analyse. Even de scenario's. Ja. We kwamen uit op 8 weken zo ongeveer. En dat betekent voor ons dat je het eerste van alle blokperiodes, het eerste blokperiode al meteen kwijt bent, volledig. Zo, ja. Ja, dit was nog voordat je wist dat corona trof. Ja, want als dit... Corona was ergens nog op een markt in Wuhan. Dus dan was het helemaal rampzalig geworden. Ja, maar je had die 8 weken niet gegund aan jezelf natuurlijk. Ja, mee eens. Ja. Maar goed, als dit bij corona was gebeurd, dan was je out of business geweest. Ja. Ik heb ondertussen een poll gelanceerd en resultaten gedeeld. Dus denk een 25-tal of 24-tal mensen die deelgenomen aan de poll, is er 17% van de organisaties al een keer getroffen geweest door ransomware. Is wel interessant. En hoe groot schatten we de kans dat jouw organisatie opnieuw of de eerste keer in de komende 12 maanden door ransomware getroffen wordt? Wordt de kans toch nog relatief klein geschat, vind ik. Dus 40% van 0 tot 25%, 25 tot 50, 46%. De kans relatief groot is 17%. Ondertussen was er ook een vraag, Michiel, van kan je ook disclosen hoeveel je aan die hackers betaald hebt? Ja, dat kunnen we. Dat hebben we ook op 5 februari gecommuniceerd. Ook omdat we erin geloven dat je transparant moet zijn. Overigens kun je ook bitcoin-transacties traceren. Dus het kwam ook vanzelf, was het naar buiten gekomen.
In bitcoins weet ik het niet meer precies. Het was afgerond 2 ton in euro's. Is het onderhandeld? Want dat is het laatste dan nog over het geld. Want ik denk dat het interessanter is over de impact. Is er onderhandeld dan eigenlijk? We hebben niet onderhandeld. Nee. Kan je de reputatieschade meten? Dat is een interessante vraag hier ook, Michiel. Ik zou bijna aan... eigenlijk aan de rest van de aan de deelnemers moeten vragen hoe zij het beleefd hebben. Dat is misschien wat beter dan dat ik daar een mening over geef. Mm-hmm. Oké, goed punt voor de chat. Laat de antwoorden maar komen op die vraag. Ja. Ja, is er een soort. En dan is eigenlijk de vraag: heeft het tot bij anderen tot de reputatie, maar ook heeft het tot een grotere sense of urgency geleid? Want het is voor de bewustwording. Misschien een mooi moment om even een brugje naar Björn te slaan over Kineplus. Misschien kun jij kort de link met dit onderwerp voor jou, met jezelf introduceren, Björn. Hoe jij daar tegenaan keek van afstand. Well, inderdaad, ik zal misschien antwoorden op Michiel zijn vraag. Hè. Hoe dat wij dat beleefd hebben en dergelijke. Ik denk even voor iedereen zijn beeldvorming. Bij ons, wat dat Michiel ook goed aangeeft, 81% van alle tickets wordt verkocht bij ons zonder menselijke interactie. Dus dat betekent online of via een app. Dus dat is toch 81% is toch niet niets. Hè. Dus dat beseffen we ook. Dus wij kunnen ook als organisatie niet zonder IT. Hè. Ik denk dat statement ook ons ook wel heel duidelijk in de organisatie eigenlijk duidelijk was. Wat we dan hebben gedaan, in principe, we hebben natuurlijk, Maastricht was niet de eerste keer. Ik denk, vorig jaar hadden we in België al ASCO, de toeleverancier van vliegtuigonderdelen die er onderuit gegaan was. En ik denk dan ook, met de jaarwisseling hadden wij Picanol, een van de grootste internationale Belgische bedrijven, die in principe ook heeft padgelegen. Maar beide bedrijven hebben er eigenlijk weinig of niet over gecommuniceerd, of toch heel moeilijk, hè, waardoor je dan eigenlijk ziet dat er heel wat speculaties beginnen staan. En waren we heel blij, Michiel, met jullie open communicatie. Ik denk dat wij met heel ons bedrijf en onze security specialisten alles gevolgd hebben. Vooral omdat het zo open en transparant is. Dus daar wil ik je toch nog eens dankbaar voor zijn. En wat hebben wij gedaan met die case is natuurlijk terug, raad van bestuur en bij ons het auditcomité, die hebben een statement ingenomen dat eigenlijk IT-auditen belangrijker is dan finance-auditen. Gewoon omdat ze zeggen dat de mogelijkste storingen op IT een grotere gevolg kunnen hebben dan soms een financiële audit. Hè. Dus ik wil zeggen, dat hebben ze bij ons vanuit de raad van bestuur gedaan. En zo zijn wij beginnen werken met de case en de input. Hè. Dus ik denk dat, gebaseerd op al wat we geleerd hebben, hebben wij gewoon extra security resources ingezet. We hebben gewoon onze patch management policies enorm aangetrokken. We hebben ook onze backup in ieder geval nog op een derde locatie gelegd. Hè. Dus we hadden backups op 2 speciale locaties. We hebben toen ook gewoon gezegd van, we leggen ze op een derde locatie. En dat was ook omdat we van het statement, omdat we denken van, het is niet de vraag of dat je vroeg of laat te maken zal hebben met ransomware of met dergelijke situaties. Voor mij is de vraag gewoon wanneer. En het is gewoon een kwestie van tijd dat wij ook zullen getroffen worden. En zeker in ons geval in een B2C-verhaal. Hè. Wij verkopen al 40 miljoen klanten. We hebben een heel leuk product. Dus wij zien constant dat mensen bij ons proberen om binnen te geraken op de website, gratis cinematiketten willen doen, tot doelgerichte aanvallen om met kwade bedoelingen de omgeving plat te leggen. Ja. Ja, je vertelde, want je bent 4 jaar geleden begonnen, zeg maar, met Kineplus. En wat ik interessant vond door het voorgesprek hadden, is dat je zegt, we hebben een... bij mij is eigenlijk dat cybersecurity, hoe impact heeft het nou op jouw job, zeg maar, hoe vaak ben je bezig? Dus eigenlijk noemde je het ook een soort rode draad door jouw activiteiten. Je had eigenlijk een heel interessante start. Ja, dat was wel een heel interessante start in de zin van 4 jaar geleden toen ik begon. Ik denk, nadat ik 2 maanden begonnen, kreeg ik echt een berichtje om te zeggen, proficiat meneer Van Reet, met jouw nieuwe job. En eigenlijk zei toen iemand van, ik ben gratis cinematiketten aan het afprinten op jouw website. Hè. Ik dacht, oei, waar ben ik terechtgekomen? Want je bent dan eigenlijk super fier dat je voor een leuk bedrijf werkt, maar eigenlijk is er toch al iets aan de hand. En toen ben ik echt op zoek gegaan om te zeggen van, hoe werkt dat en hoe kon dat en dergelijke. En toen laat dat natuurlijk wat security firma's jou ondersteunen en iedereen kwam mij te vertellen dat je meer moest testen en dergelijke. Dat hebben we dan uiteindelijk ook gedaan. Maar toen zijn we eigenlijk begonnen met ethical hacking. En ik moet heel zeggen, vroeg in mijn rol kwam ik iemand tegen die een nieuw platform optrok rond ethische hackers.
En ja, als nieuwe CIO ben ik dat dan gaan voordragen om een eigen team, die eigenlijk me toen op dat moment verzot verklaarde om te zeggen van, zie, dit is de nieuwe CIO, en die komt dan zeggen dat we eigenlijk op onze productiesystemen moeten testen, hè, want we gingen ethical hackers loslaten op onze productieomgeving. Ja, dan pak je die case mee naar de raad van bestuur of naar onze directiemeeting. En het eerste antwoord na mijn presentatie van onze CFO was van, weet je dat we een beursgenoteerde organisatie zijn? Dus ik wil maar zeggen, ik ga nu de hele discussie op directieniveau niet doen, maar at the end of the day zei de CEO tegen mij van, zit eens Björn, het is jouw beslissing en je zal ook de gevolgen moeten dragen moest het mislopen. Dus ik wil maar zeggen, als je dan nieuw bent in de rol, is dat toch wel best een statement. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we super gelukkig zijn dat we met die ethical hackers gestart zijn. En ik zou het iedereen kunnen aanraden, omdat we gewoon... Ja, het gebeurt vaker dan je denkt. En het gebeurt op plekken dat je het vooral niet verwacht op dat moment. De cases die bij ons naar boven zijn gekomen, waren echt fenomenaal. En dat zijn de dingen die we te weten zijn gekomen. Dus ja, ik denk dat het iedereen kan overkomen. En als ik Michiel zijn verhaal ook hoorde, het is gewoon die win, hè. Don't underestimate the power of time in dit geval. Ja, nou ja, dat in het geval, de vraag wordt ook gesteld. Iemand zei, dat was mazzel vlak voor de kerst. 24 december, of mazzel voor vakantie, zeg maar. Maar ja, goed, als je zelf een dag voor je vakantie staat, Michiel, wat is dan de wat doet het op jouw impact als persoon op zo'n moment ook? En je organisatie? Nou, ten eerste... Dat is een voor- of een nadeel? Gewoon qua tijd. Ten eerste, überhaupt is dit. Dit raakt je natuurlijk even sowieso emotioneel. Los of het wel of niet vlak voor een vakantie is. Hierbij denk je van, ja, hiervoor sta ik aan de lat. En dan betekent dat je vol aan de bak moet om te zorgen dat je het weer goed maakt. Ik voelde me in ieder geval totaal eindverantwoordelijk voor dat dit weer zo snel mogelijk op een running kwam. Ja, en dan mogen we echt enerzijds echt in ons handen knijpen dat het in de vakantie gebeurde, zodat wij niet 17.000 studenten door Maastricht hadden lopen die niet meer wisten naar welk college ze moesten, want dat zou een effect geweest kunnen zijn. Of dat per direct alle tentamens gestopt moesten worden. In die zin hebben we een geluk gehad. Ja, en ja, dan heb je dus wel het nadeel dat je je cash mist, de verjaardag van je dochter mis je omdat je in crisisoverleg zit. Ja, dat soort dingen die krijg je ook mee. Maar ja, dat is part of the deal als je in zo'n rol zit. Het is vervelend en het is vooral vervelend, vind ik in die zin, dat je na zo'n cyberaanval keihard gewerkt hebt en daarna mag je daarna in corona weer aan de bak. En dat sloopt vooral je organisatie qua inspanning. Dus je zit gewoon je hebt een zwaar half jaar achter de rug. Door dit soort twee crisis achter elkaar. Ja, ja. Dat geloof ik ook. Björn, heb jij de case van Universiteit Maastricht bijvoorbeeld gebruikt ook? Je had al awareness voor cybersecurity, maar is dat ook iets wat je benut, zeg maar. Maar voor jongens, kijk eens, we moeten de aandacht erbij blijven houden. Je had natuurlijk die case een aantal jaar geleden zelf ervaren. Maar is hoe kijk je daar tegenaan, zeg maar? Naar mede-collega's en de impact op je eigen job? Goh, ja, ik bedoel, ik denk eerst en vooral, ik denk, moest dit bij ons in de decemberperiode gebeurd zijn in cinema? Ja, dat is natuurlijk hoogtij, hè, de kerstvakanties en dergelijke. Dus ik denk dat... Los van het feit moest het bij ons overkomen zijn dat ook mijn worst nightmare moest zijn, maar ook business-wise op dat moment. Hè, dus dat we die drie keer periodes tegenslag hadden. Ik denk voorlopig uit mijn ervaring, wij hebben relatief veel kleine incidenten. Ik denk dat we dagelijks incidenten hebben in onze omgeving. Ik ga even hout vasthouden dat we ze nog allemaal in die kiem kunnen smoren en dergelijke. Dus ik wil maar zeggen, het is... de grote incidenten hebben we voorlopig kunnen buiten houden. Nu, sowieso helpt dat. Hè. Dus ik wil maar zeggen, die kleine incidenten hebben geholpen met die ethical hackers om ons dossier te maken en dergelijke, hè, om de awareness zeker te verhogen. Ik denk de grote dossiers van echt bedrijven die daar echt volledig de productie hebben die getroffen is, ja, die hebben ons vooral een inzicht gegeven dat we eigenlijk zonder iets volledig van nul zouden moeten kunnen beginnen. Dus ik denk dat wij heel wat geld en resources ook hebben gestoken in het verhogen van onze cybersecurity verzekeringen. Ik denk dat we daar echt gewoon extra verzekeringen hebben opgenomen.
En dan ook een backup op een derde locatie gaan leggen. En we zijn nu volop bezig ook met dat te testen en te doen. Omdat we ook gewoon ja, van die case proberen te leren. En ik denk dat dat de grootste les voor ons is. Om gewoon, en heel leuk is dat de mensen erover communiceren, is dat we kunnen leren van dergelijke case. Want ik moet eerlijk zeggen dat ja, het restoren van backups en dergelijke, ja, dat kon wel. Maar het restoren zonder dat je iets hebt, ja, dat is toch wel een extra complexiteit, die awareness die we gekregen hebben, in alle eerlijkheid. Ja, en dan zeg jij de openbare die Universiteit Maastricht heeft gegeven hierover. Hè? Maar zouden jullie dat ook doen? Want dat is een van de vragen ook, hè, waar wel, 40, 60 op geantwoord wordt. Ik geloof dat 40% zei van we doen het wel, of net andersom. Maar... Ik vond dat een moeilijke vraag. Goh, bij ons ligt dat... Twee was dat. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heel moeilijk. Omdat het is makkelijker volgens mij om er niet over te communiceren, denk ik. Hè. Dus ik wil maar zeggen, proberen de storm te overleven, te restoren en door te gaan. Het zou de maatschappij en veel andere bedrijven helpen om er wel over te communiceren, denk ik. Maar ik denk, wij zijn ook een heel financieel gestuurde organisatie. Ik denk, de vraag is, wat is de impact van dergelijke zaken op je beurskoers? En dat zal het beslissingsverhaal zijn. Ook dezelfde discussie van, zouden wij betalen? De discussie is ongoing. We hebben er al twee keer over samengezeten van, kunnen we hier ergens iets op papier zetten? Wat zijn we bereid om te betalen? Voor welke bedragen? Daar zijn we ook nog niet tot een conclusie gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik denk dat... Ja, dat de discussie echt pas zal gevoerd worden of echt op de spits gedreven zal worden het moment dat het echt voorvalt, in alle eerlijkheid. Maar ik weet niet of dat wij zouden communiceren, denk ik. Dat weet ik niet. Nee. Even de tussenresultaten van de poll voor diegenen die dat niet op de client, maar op de web volgen. Die kunnen de resultaten niet zien. Dus op de vraag van, zou je openbaar maken wanneer jouw organisatie door ransomware getroffen was, hebben 16 op 28 antwoorden... Ja geantwoord, dat is 57%, en 13 op 28, dat is 46% nee. Dus een beetje meer ja dan nee. Maar ik kan me absoluut inbeelden dat het heel afhankelijk is hoe commercieel of hoe openbaar je organisatie is. Maar de vorige vraag was interessant, ook nog qua antwoorden. Ben je erdoor getroffen? Er waren een aantal ja. En daar is eigenlijk daar zou de subvraag moeten zijn, hebben jullie dat verteld? Ja. Nu ook, we hebben de resultaten binnen van de derde poll. En dat is, hoe laat jij mogelijke fouten, veiligheidslekken opsporen? En dat was een multiple choice. 4% of één iemand zei door niemand. 12 van de 27 zeiden ja, door we gebruiken ethical hackers. 16 van de 27 gebruiken daarvoor gespecialiseerde bedrijven. En 13 op 27 eigen bedrijf en nog iemand die een andere oplossing heeft. En die mag het graag in de chat delen. Ja, en daar, misschien nog een vraag aan Frank, die daar tussendoor in de chat ook werd gesteld. Die vraag gaat over hoe vaak doe je dat, de ethical hacker, maar hoe vaak doe je dit? Hoe vaak laat je vulnerabilities onder handen nemen dan de ander? Frank, wat is jouw best practice? Dat is natuurlijk wel per organisatie verschillend. En denk ik ook waar je überhaupt in je proces qua je digitale beveiliging al staat. En hoe dat geborgd is binnen je organisatie. Alleen het bredere aspect is ethische hackers inhuren of een penetratietest uitvoeren. Of een red team, hè, hoe wij dat dan vandaag de dag noemen. Er zit natuurlijk ook wel heel veel verschil in wat voor soort test je laat uitvoeren. Want net in de poll, stel je al terecht de vraag, ik had hem even opgeschreven. Wie huur je in om fouten en veiligheidslekken op te sporen? Maar wat je eigenlijk ziet is, in de meeste gevallen moet je ervan uitgaan dat er altijd, vinden wij, een fout of een veiligheidslek gebruikt of gevonden gaat worden door een hacker die binnenkomt. En dat is ook wat je in de casus van de Universiteit Maastricht hebt gezien, is daarna heb je in 99 van de 100 gevallen nog voldoende tijd om, ja, wij noemen dat om je te focussen op detectie. Een aanvaller die binnenkomt, ik vergelijk het altijd maar even met in een groot hotel, hè, heb je de toegangspas van de conciërge, die kan in elke kamer. Ja, als je als crimineel binnenkomt, weet je niet precies in welke kamer je moet zijn waarin je iets wil halen. Dus je moet of elke kamer gaan openmaken, en dat laat dus zien dat je tijd nodig hebt en veel sporen achterlaat. En op het moment dat je dus veel meer gaat focussen op, ja, hackers gaan altijd op een gegeven moment bij ons binnenkomen, maar we willen juist veel realistischere testen doen
die de trucjes en de technieken van die hackers vandaag de dag gebruiken, testen. En dan ga je vooral je organisatie testen op hoe snel zie ik het en hoe reageer ik daar vervolgens op. En niet meer vanuit de illusie dat we alles maar zullen beveiligen en dicht zullen zetten. Uiteindelijk is dat gewoon niet realistisch meer vandaag de dag. Nee, nee. Nu een punt, Jeroen, dat in de discussie ook in de chat terugkomt, is een bedrijf is zo sterk als zijn werknemers, zeg maar. Dus wat gebeurt er bij de universiteit in Bikinipolis naar het opleiden van algemene workforce, naar awareness daarvan? Nou, misschien kan ik daar al een paar dingen over zeggen. Kijk, we weten met z'n allen dat als men binnen wil komen, komt men binnen. Hè? Als je de awareness bij de gebruikers goed hebt, dan klikt toch nog steeds 20% van de mensen op mailtjes waar ze niet op moesten klikken. Wow. Dus ze zeggen, ja, dat ligt aan de gebruiker, is natuurlijk te flauw om dat te beantwoorden. De awareness, precies wat Frank zegt, is, en dat is me wel opgevallen, en dat hebben we ook wel gepresenteerd. Ze hebben best wel tijd nodig gehad om rond te kijken en op die 4 servers die niet gepatcht waren, daarop door te pakken. De kunst is om die signalen, die indicators of compromise, om die te ontdekken en daarop te acteren. Dat betekent dat je de awareness niet alleen aan gebruikskant moet doen, moet je altijd blijven doen. Je moet niet je deuren wagenwijd openzetten. Maar je moet je dus ook met je IT-organisatie leren om op het juiste moment de juiste signalen te zien en daarop te acteren. Dat pleit ook voor dat je dus met elkaar moet communiceren naar de buitenwereld, wat er gebeurd is bij jou, dat anderen ervan kunnen leren. Moet je altijd, zoals wij doen, altijd naar de pers toe gaan? Nou, dat is even de vraag. Maar ik vind wel dat je je collega's of expertgroepen kan informeren over het feit, jongens, dit is ons overkomen. Hou er rekening mee. En de derde lijn die wij doen in het kader van awareness is naar het management toe. 2 redenen. Security kost eenmaal geld. En het is gewoon geen leuk geld om uit te geven. Want je krijgt het voor, direct. Maar zij moeten ook weer uitstralen dat security belangrijk is. En dat iedereen er weer van bewust van is. Dus je hebt ook het management continu nodig om je organisatie scherp te houden op security. Dus dat zijn in ieder geval de als wij het over awareness hebben, hebben we het altijd ook over 3 groepen die wij willen beetpakken om te zorgen dat we meer secure zijn dan dat we waren. Ja. Ik wil daar, als ik daar nog iets aan toe mag voegen, Michiel, ook op basis van ransomware waar we het hier over hebben, gijzel software. Je ziet vaak dat organisaties, ethical hackers, andere vragen stellen. En met andere vragen is dus, in hoeverre ben ik op dit moment veilig? In hoeverre heb ik alles gepatcht? Maar eigenlijk moet een organisatie veel meer aan specialistische bedrijven of ethische hackers de vraag gaan stellen, nou, kijk maar of je ons compleet kan gijzelen of niet. En dan niet alleen op papier, maar echt ook in de praktijk. En daarmee creëer je eigenlijk een veel realistischere test. En dat zijn ook tests die wij vandaag de dag veel beter en veel meer uitvoeren, omdat je als organisatie uiteindelijk daar veel meer aan hebt. Omdat je dan, net zoals ik noem het even, een brandoefening, hè? Je komt er altijd in de praktijk pas achter dat bepaalde zaken die op papier oké waren, dat die in de praktijk toch net niet oké zijn, of anders werken, of er anders uitzien. En het grote verschil is dat als je een pentest uitvraagt in de markt, dus dat heeft vaak een scope, hè? Dus het heeft een scope, het heeft een duidelijk, je moet naar deze webapplicatie kijken, en dat mag je dan 2 weken doen. Ja, de criminelen, wij volgen een 5-tal groepen die wereldwijd, nou, ik zou echt wel kunnen stellen, voor meer dan $1 miljard al aan losgeld heeft ontvangen, denk ik, in de afgelopen jaren. Dit zijn gewoon professionele, georganiseerde misdaadcriminelen. Het is niet 1 hacker op een zolderkamer. Weet je, dat zijn groepen van gemiddeld, nou, ik denk wel 6 tot 10 hackers met een ja, ik noem het even een kingping erboven. Hè. Dus die zijn goed gehoord. Dat zijn ook bedrijven. En als je dus niet in de praktijk op zo'n manier laat testen, ja, dan zul je ook nooit weten dat als dit soort groepen bij jou binnenkomen, hoe snel kan je die dan dus toch, kan je een deel van hun aanval zien? Hoe reageert jouw organisatie daar vervolgens op? En wat kan je daar dan voor lessen uittrekken? En ik denk dat Michiel heeft dat eerder volgens mij ook in zijn gesprek, in ieder geval 1-op-1 met mij ook wel eens aangegeven, maar ja, je verwacht toch niet dat het jezelf op een of andere manier zo snel overkomt en dat je nog tijd hebt
om dingen onder controle te krijgen of om dingen te implementeren. Maar ja, soms is het ongeluk, in sommige gevallen ongeluk, hè. Soms is het ook wel heel gericht, maar is dat sneller bij je dan dat je denkt. Ja. En misschien dan daar weer op reagerend, Frank, helemaal mee eens. Ik heb twee dingen geleerd aan de hand van deze casus, denk ik, die voor heel veel mensen relevant zijn. Namelijk precies wat je zegt, je weet niet hoeveel tijd je hebt. Security stond in mijn top 3 strategie prioritering. Ik had financiën, ik was bezig een sok op te bouwen. Maar je weet gewoon niet hoeveel tijd je nog hebt. Dus je gaat maar beginnen met de gedachte dat het nog op tijd is. Maar dat weet je dus niet. Dus dat is al lessons learned 1. Je moet niet denken dat je nog tijd hebt. Je moet denken dat ze in principe al binnen zijn. En het tweede wat ik me echt ontzettend geleerd heb, ook aan de UM-kant weer, en dat is puur menselijk. Wij zijn aangereden door een vrachtwagen en die kwam van links. En de reflex die je dus hebt, is dat iedereen nu kijkt naar een vrachtwagen die van links komt. Maar er komt de volgende keer een bulldozer van rechts. En dat doet ook pijn. Dus hoe zorg je dat je als organisatie bewust bent dat het gevaar weer op een andere manier kan komen? Precies wat je zegt. Het komt niet allemaal via ransomware. Het komt niet altijd van buiten. Het kan een keer van binnen komen. Dus wees daar veel meer bewust van dat je dingen gewoon niet weet en dat je dus daarom moet gaan acteren. Michiel, over jouw eerste opmerking. Maar wat zou je dan nu, waar zou je dan nu mee begonnen zijn? Want wat zou je dan nu anders gedaan hebben? Ik had vooral, wat je natuurlijk met zo'n hack natuurlijk meteen hebt, is natuurlijk sense of urgency. Die had ik gigantisch natuurlijk opgevoerd. Ja. Dus je was dan, als je dit van tevoren had geweten dat men al binnen was, tussen 15 oktober en 23 december, dan had ik natuurlijk als eerste gezegd, jongens, ik wil elk signaal, twijfel die ik hoor, die te maken zou kunnen hebben met security, wil ik weten. En het positieve nieuws is dat ik gisteren, aan het eind van de dag, net op het moment dat ik dacht van het is klaar, ik werd gebeld omdat een van mijn informatiemanagers zei, ik heb 3 cases individueel, maar ik ben nerveus dat er wat aan de hand is. En je grijpt onmiddellijk in. Je gaat meteen alarm bellen, iedereen staat van paraatheid. En dan ga je meteen in de actiemodus. En we zaten nog in de ouderwetse projectplanning. We gaan een sok inzetten, plannetje maken, implementeren enzovoorts. Ja. Maar op het moment dat je weet dat je, een beetje à la modderkok, als je in oorlog bent, ga je niet een plannetje maken, dan ga je direct aan de slag. Ja. Maar je moet beseffen dat je in oorlog zit. Ja. Er zijn, sorry Bjorn, je wilde... Nee, ik had nog één vraag voor Michiel misschien, en ook op die awareness. Hè. Dus ik wil maar zeggen, wij hebben ook heel wat awareness-campagnes lopen en dergelijke. Wat wij wel zien, is dat die verzwakken over tijd. Hè. Dus dat heel wat mensen, dus je moet awareness constant warm houden. Wij hebben posters, we hebben zelfs filmpjes gemaakt, we hebben e-learnings gemaakt, phishing doen we constant, maar je moet het echt warm houden. En dat is eigenlijk ook de intro voor mijn vraag aan Michiel. Hè. Ik wil maar zeggen, hè, je bent nu een organisatie die getroffen is. Hè. Ik bedoel, je had jouw business cases en dergelijke. Zoveel maanden na de feiten, hoe zit die organisatie terug in elkaar? Ik wil maar zeggen, in de zin van, krijg jij nog elke keer dat je een vraag stelt rond security alle budgetten toegewezen? Of is dat ook, dat dat ook weg hebt, zoals met governance over tijd? Of hoe zit dat eigenlijk? Ik weet niet of je het antwoord wil horen, maar wij zijn met z'n allen mensen. En zeker ook door corona... de volgende prioriteit staat bovenaan het lijstje. Dus toen hadden we corona als grootste issue. Wij konden gelukkig nog zeggen dat in het kader van corona en meteen full online gaan, we meteen hebben gezegd, security wordt niet aangetornd, omdat het er vlak achteraan kwam. Maar nu zit iedereen met corona in zijn hoofd en vinden zij, nou niet mij een zeurder, maar ze denken, oh ja, dat was Michiel nog met die cyberaanval. En ik snap het. En het is maar goed ook. Want het is net als met een huis. Als je elke dag paranoia bent, dat je bang bent dat je wordt ingebroken in je huis. En dat je daardoor krampachtig elke dag allerlei dingen... Nou, alles op slot blijft doen. Ja. Daar word je ook gek van. Ja. Maar daar tegenover staat per definitie dat je een lastige discussie hebt als je weer een extra slot moet kopen. Ja. Maar gelukkig heb jij een goede monitoringsdienst, Michiel. Waardoor jij in ieder geval een stuk rustiger kan slapen, toch? Ja, uitstekend. En ik ben er blij om, want jullie monitoren op dit moment onze omgeving. Daar ben ik ook heel blij mee.
En dat geeft gewoon extra rust, omdat je inderdaad met elkaar naar de bewaking hebt. En ik ben blij dat we ook een organisatie... mijn mensen zijn echt alert om daar ook weer snel op te reageren. En dat is ook cruciaal. En die combinatie, die teaming is cruciaal om tot een succesvolle beveiliging te komen. Jeroen, er zijn interessante vragen over robots en artificial intelligence. Ja, misschien is dat... ik weet niet of Frank of jij meelijst of... Of anders is het... kun je daar gelijk een hand op geven of zo, Wouter? Ja, zeker. Dat is wat onze nerds natuurlijk de hele dag altijd proberen te doen. Alles wat ook maar een beetje gaat lijken op regulier herhalend werk, dat proberen we te automatiseren. En dat zullen we ook automatiseren. Maar we zien toch wel dat in heel veel aanvallen, dat de hackers ook veel automatiseren, maar uiteindelijk blijven de echte slimme trucjes die, vind ik, binnen organisaties er vaak voor zorgen dat je echt zo'n ransomware aanval succesvol uit kan voeren. Ja, dat blijft toch mensenwerk waarin je bepaalde combinaties aan elkaar moet knopen of bepaalde stappen eerst gelaagd moet doen voordat je dat uit kan voeren. Dus de basis zeker, maar als de basis vaak puur een geautomatiseerd pentest tooltje draaien, dat geeft vaak groene lampjes. Maar als wij dan handmatig met onze hackers gaan testen, dan zijn wij binnen een aantal uren hebben wij complete controle over een bedrijf. Dus dat laat hopelijk wel zien, het is een leuk begin, maar sta je er vooral niet blind op. Ja, nou is er nog een andere vraag, maar die wil ik eigenlijk of door Björn of door Michiel laten beantwoorden, want krijgen ze een wc in het antwoord. De laatste vraag van Peter de Bruyne is zelf een SOC-team opzetten, 24x7. Is dat aan te bevelen of wil je dat uitbesteden, Björn of Michiel? Wat vinden jullie daarvan? Björn, jij eerst. Michiel, weten we dat wat jullie doen? Willen we dat zetten? Ik bedoel, ik denk, we hebben het zelf in een bepaalde mate, maar we laten ons er ook in ondersteunen door een externe partij, omdat we sowieso ook weten dat mensen dieper in de materie zitten en dergelijke. Dus een externe partij heeft ook toegang tot al onze SOC, tools en dergelijke, om constant ook mee te kijken. Dus eigenlijk, wij proberen beide te doen, dus we proberen zelf in te grijpen waar mogelijk. Maar als de mensen in principe, omdat we nu ook 24 uur 7/7 moeten monitoren, ja, voel je toch ook dat het goed is dat er iemand over jouw schouder meekijkt. Ja, dus die controleren jullie weer. Het is niet dat je deelgebieden verdeeld hebt, zeg maar. Hoe richt je daar de governance van in? Die controleren alles in principe, ja. Ja, precies. Dus die dubbelcheck. Michiel, ja, dat was ook een andere vraag. Chris Borremans, via de chat wordt hier ook over dit onderwerp. Michiel, wat hebben jullie gedaan met dit onderwerp? Nou ja, we hebben toen, want Fox, Frank refereerde er al aan dat wij Fox P-Direct in hebben gezet om vanaf 24 december de boel in controle te krijgen en te houden. Dus we hebben P-Direct Fox daarop ingezet. We zijn nu met alle universiteiten in Nederland en in principe het hele onderwijs van Nederland met SURF gaan wij de SIEM-functie, de monitoringsfunctie, besteden we uit naar de markt. De reden daarvoor is dat het zo specialistisch werk is, dat het heel moeilijk zelf te organiseren is. Frank gaf net ook al aan, het gaat ook om omgeving om professionals die dagelijks ermee bezig zijn. Ja, en als universiteit is dat niet onze core business. De SOC-functie doen we dan wel met elkaar gemeenschappelijk via SURF. Dat is onze coöperatie op IT-gebied. Maar dat kan omdat zij daar dus ook de schaalgrootte voor hebben. Ja, en als universiteit moet je een 7x24 uur wacht hebben. Nee, je moet uiteindelijk zelf ook kunnen reageren op de signalen. Dus je moet zelf ook altijd iets ingeregeld hebben. Maar een eigen SIEM-SOC-functie 7x24 uur voor een relatief kleine organisatie is eigenlijk onhoudbaar. Dus dat is de redenering waarom we dit pad zo gekozen hebben. Oké. Misschien een persoonlijke interesse of een vraag die soms ook wel in deze debatten terugkomt is, hebben jullie verzekeringen hiervoor? Kun je de ransomware bedragen verzekeren? En kan je op die manier je risico een beetje spreiden? Nou, we hebben met Ivo de collega's universiteiten hebben we erover gesproken. En we hebben even daarin de redenering dat een verzekering afsluiten voor ons niet rendabel bleek. En dat heeft onder andere mee te maken dat als je een verzekering afsluit, zullen verzekeraars altijd zulke eisen stellen aan je omgeving,
die je dan toch moet doen, dat de kans al relatief klein is. En als het dan ook nog weer om bedragen gaat, dan kan het, de verzekeraars heeft altijd een verhouding tussen bedrag, uitkeren en de rates die je ervoor moet betalen. Want wij het niet positief achten om een verzekering op af te sluiten. Maar dat is een afweging die we vanuit onderwijsland beredeneerd hebben. Jorgen, is dat iets waar jij mee bezig bent? Want ik zie dat Jan van Hiften van de Vlerik Business School ermee bezig is. Ja, wij staan op de vooravond om de aantekening te zetten. Nu, wij hebben de claims en de marges hoog genoeg gelegd. Hè? Dus ik wil maar zeggen, de vrijstellingen liggen daar vrij hoog. Dat het echt verzekering is tegen worst case scenario. Hè? Dus ik wil maar zeggen, dat hebben wij geprobeerd te doen. En vooral, wat ik heel goed vind ook in die verzekeringen, waarom dat wij het argument om het ook te doen, is de red line dat je kan bellen. Hè? Dus ik wil maar zeggen, in al die verzekeringen hangt daar ook meestal een beveiligde security firma achter die dan in dergelijke verzekeringen direct ook resources opspint in geval van. Hè? Dus wij zijn wel concreet aan het kijken om ze inderdaad af te sluiten en voorlopig ook, ja, we zien alles er nog goed uit om dat eigenlijk de komende dagen volledig rond te krijgen. Nou, ik denk dat het interessant, zoals Jan in de chat voorstelt, interessant is om hier wat ervaringen rond te delen. Dus als er mensen zijn die polissen willen delen of ervaringen delen, we hebben een CRO-net app voor dat ideaal voor is. Als we het posten in het Engels, dan hebben we er 5000 leden over heel de wereld iets aan. Dus misschien is dat wel een goed platform om een beetje ervaringen uit te wisselen. Goed, ik unmute mezelf. Is iedereen weer terug? Ik denk dat we allemaal stil aan terug zijn, Jeroen. Ik las gisteren in het NRC volgens mij een artikel over het gebruik van Zoom en om dat interessant te houden en hoe Zoom zich kan innoveren. En dat een van de dingen is het Muppet Screen. Dat toch wel verbetering leidt. Ja, ik zie mezelf hoor, dus ik voel me geoorloofd deze opmerking te maken. Maar ik snap nu een beetje wat ze bedoelde met dat scherm. Dat je de Muppet Show kijkt. Welkom terug. Wij hadden, altijd met de breakouts. We hebben een introductieronde in mijn breakout. Daar ga ik mee beginnen. En dan wil ik kort de facilitators daarna aan het woord laten. Even een paar highlights die we bij ons aan de orde kwamen. Omdat we iedereen even kort wat hebben laten vertellen. Verschillende bedrijven, wat wel interessant was. Een interessante was, bij de plenaire sessie sloten wij af met de pleidooi. Verzekeren. En Bas van Canon had een interessante case waarbij hij zei van ja, wij willen eigenlijk indicators of compromise delen binnen onze groep, binnen ons moederbedrijf, internationaal. Maar die verzekeraar, die beperkt dat juist. Die wil dat niet. Die wil niet dat die informatie met elkaar gedeeld wordt. Dat vond ik nog een hele interessante lessons learned. En ik vind eigenlijk dit onderwerp, Hendrik, wel echt wel interessant om in de CRO-net app is rondom het verzekeren van cybersecurity en risk. En de do's en don'ts te doen. Om daar de poll, een poll of een chat van te maken. Echt ik denk wel, dat het een heel interessante discussie is. Ook in onze groep Aza even mag toevoegen. Verzekering is iets wat dat nog niet alle bedrijven hebben. Maar een interessante conclusie vond ik dat eigenlijk bedrijven toch graag een low profile willen houden. Want dat verschillende bedrijven telkens wanneer dat ze een overname doen of een nieuwe CFO hebben of een nieuwe CEO hebben, dan op de radar van de hackers komen. En dus dat algemene bedrijf beter uit het nieuws blijft, want anders zien ze meer aanvallen wanneer dat ze in het nieuws zijn. Dus dat was wel interessant. Nou, we hadden ook wel, Floor van Surf had het ook wel over de samenwerking van de universiteiten daarmee, zeg maar, om dat te promoten. Daar is ook wel de noodzaak toe. Maar ja, je bent uiteindelijk afhankelijk van ieder zijn eigen beweegreden of die daarin mee gaat. Dat is ook al binnen het publieke domein het geval. We hadden nog twee andere onderwerpen, hebben we het kort over gehad. Het veranderen van passwords van algemene systemen, de SAP's van deze wereld. Waarbij Komatsu nogal wel de nodige awareness of wat dus verder gaat dan je eigen personal login naar je e-mail exchange en dat soort dingen. Maar dat het ook vaak een onderbelicht aspect is. Dat las ik ook terug ergens in de case van Universiteit Maastricht. Ik heb dat document, zowel van Fox IT als van de universiteit, die PDF heb ik in de eerdere chat gezet. Daar wordt ook wat over gezegd, over het gebruik van default en generieke passwords, wat daaruit geleerd is.
En daarnaast hadden we het over, heel kort, ook, was ook Komatsu, Chris had het erover, social engineering, dan met name spear phishing, waarbij mensen door het gebruik maken van LinkedIn uiteindelijk zagen dat hun salaris bankrekeningnummer gewijzigd werd, althans het verzoek naar HR werd gedaan. Okay. Ook wel, dat maakt het probleem ook lekker persoonlijk. Dat was even onze groep. Of er andere groepen, feedback uit de andere groepen zijn? Johan, Hendrik, Herman? Nou, we hebben een rondje langs de velden gedaan en het overall beeld maakt mij niet vrolijk en ons niet vrolijk. Het kwam er wel op neer dat zeg maar, de gemiddelde hacker zijn terrein in de afgelopen 10 jaar verlegd heeft van eerst waar geld te halen viel financiële instellingen en dergelijke. En dan kijken of je daar transacties kon doen. Naar eigenlijk target ransomware, wat iedereen kan betreffen. En dat heeft dus eigenlijk niets meer te maken met wat voor soort bedrijf je bent, maar wel misschien hoe groot je bent, omdat het bedrag wat je wil opeisen een beetje in verhouding moet staan tot de draagkracht van een bedrijf. Ik denk dat dat de conclusie is. En je kan er geen dag te vroeg veel meer aandacht aan besteden. Soms moet je eerst door de ellende heen, maar nou ja, dat blijft een beetje een ding. Dankjewel, Johan. Andere feedback van de groepen? Ja, ik kan in ieder geval die van ons even kort toelichten. Wij moesten even iets improviseren. Maar toch, de testen, denk ik, als ik het even goed samenvat, maar Michiel, verbeter mij vooral als dat het niet zo is, dat die wellicht nog niet zo realistisch zijn om de scenario's die we bespraken hier, hè, ransomware, je bedrijf komt van de een op de andere dag compleet plat te liggen. Wat doe je dan? En ook hoe snel zie je dat dan daarvoor? Er werd ook geroepen dat bedrijven doen veel merging, hè, vaak. Of die nemen andere bedrijven over. En voordat ze eigenlijk goed doorhebben hoe de kwaliteit van cybersecurity in die organisatie is, worden er al links op koppelingen gelegd met die andere bedrijven. Waardoor het ook de dreiging naar binnen kan komen. En dat zelfs in sommige gevallen dat dat bedrijven ook, dat was bij de Vlaamse overheid, dat ja, die hebben niet alleen last van criminelen, maar natuurlijk ook van statelijke actoren. Hè. We gaven het eerder al aan, landen zoals Rusland, die geïnteresseerd zijn. Ik kan dat zelfs ook publiekelijk zeggen. Hè. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een keer in België goed gehackt door een Russische statelijke actor. Ja, dan heb je met hele andere dreigingen te maken, hè. Want spionnen die zijn nog vele malen geavanceerder, gaan die natuurlijk te werk. Alleen merk je dat als organisatie vaak niet direct, omdat die niet je bedrijf platleggen, maar eerder op zoek zijn naar zeer gevoelige dan wel politieke informatie. En dat is eigenlijk weer een hele andere uitdaging. Oké. Okay. Dat was het even. Dankjewel. Andere groep, nog specifieke feedback, Herman of zo? Je staat nog op mute, Herman. Wel dat het een continue struggle is, eigenlijk, detectie en hoe je dat organiseert. We hadden ook een leuke deelnemer, die zat helemaal juist in een native cloud oplossing, waardoor je een aantal standaard tools van Google hebt, waardoor je een aantal dingen beter kan oplossen. De andere idee was dus, hoe ga je eigenlijk om met als je in een R&D en een manufacturing omgeving zit, en dat je dat aanpakt via eigenlijk een gelaagde strategie hiermee, hoe je dat continu blijft doen. Maar net zoals bij Johan, het blijft een struggle om het eigenlijk goed bij te houden. Maar er waren eigenlijk ook wel overeenstemming hoe je het een beetje de aanpak kan doen. Zorg dat je SOC-team een beetje gewoon in orde is. Maar ja, hoe je dat dan goed en efficiënt doet, dat was nog wel een vraagstuk voor velen. Nu, afgezien waarvan, denk ik, dat we stilaan tot het einde van deze conferentie komen. Dat is nog één belangrijk ding. En dat is, we hebben jullie feedback nodig. Dus ik ga even het feedbackformulier delen. En hier zie je wat dat het resultaat is. Tot nu toe hebben 11 mensen het feedbackformulier ingevuld. Je hebt een e-mail ontvangen. Je kan ook de QR-code hier even scannen. En dan laten weten wat je ervan vond. Voor elke volledig ingevulde evaluatie
doen wij een donatie van 5 euro aan Nationaal Fonds voor Kinderhulp. Dus neem dat even mee, vul dat even in. Dit moet natuurlijk veel meer worden dan 11 mensen. Dus wij willen graag dat iedereen daaraan meedoet en die evaluatie invult. Ik kan even stoppen met sharen. Misschien laatste, Jeroen en Michiel en Frank en Bjorn, misschien laatste afsluitende opmerkingen voordat we helemaal deze mooie webconferentie afsluiten. Michiel, wat zijn jouw conclusies voor vandaag? Nou, ik wil vooral afsluiten dat ik hoop dat iedereen toch nog een goede nachtrust heeft en iedereen succes wenst met de uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Dat is denk ik het best. Oké, dankjewel. Frank, Björn. Björn, ik laat het woord eerst aan jou. Ik denk, Hendrik, dat ieder met ons, of ieder van ons met security heel aandachtig bezig is. Er zijn nog wel wat vragen links en rechts, denk ik. Ieder zijn eigen traject aan het doen. Maar ik hoop gewoon dat we de nodige budgetten loskrijgen in ieder van ons bedrijf om de juiste prioriteiten te doen. Maar ik denk wel dat de meeste bedrijven er toch wel na het delen van een aantal goede cases serieus mee bezig zijn. Oké, dankjewel, Frank. De laatste tip die ik zou willen geven is... In de fysieke wereld zijn we met z'n allen best, is alles heel tastbaar. Zijn de risico's vaak goed te begrijpen. Ik merkte vandaag toch nog wel dat ransomware, wat Michiel ook al zei, het slaat en ineens is het er en ligt je plat. Probeer eens te kijken of je een echte realistische test zou mogen uitvoeren. En niet een test met op zoek naar zwakheden, maar met een test. Er komt een realistische aanval binnen en na een paar dagen gooit hij een x aantal systemen op slot. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat je daarmee meer awareness en uiteindelijk dus ook budget en andere dingen weet te regelen dan theoretische testen en oefeningen. En ik hoop dat jullie daar in ieder geval in de praktijk ook meer gedaan mee krijgen. Oké, perfect. Dankjewel, Frank. Ik zou iedereen willen bedanken voor een paar mededelingen van de directie voordat we afsluiten. Op 1 oktober is er de Fast Forward conferentie in Nederland, in Haarlem. Dus iedereen daar naartoe. Je kan je voor inschrijven, neem contact op. Nee, ho, niet iedereen daar naartoe. Wij zijn het code geel, oranje. Hendrik, dus die moet uitgenodigd worden. Het is zo, we mogen 50 mensen fysiek. Ja. En we hopen iets van 200-300 mensen virtueel erbij te krijgen. Het is een helemaal rondom innovatiestrategie. We hebben heel veel leuke sprekers. Dus, iedereen inschrijven. Fantastisch komende event op 1 oktober. In hybride formaat in Nederland. Op 1 oktober hebben we ook in België. Een conferentie, we hebben die in 2 gesplitst. We doen het 1 keer in Pof van Kortenbach, ons nieuw kantoor, in avant-première. En een tweede keer virtueel op 27 oktober, waar dat we cases hebben van Colruyt, van PwC, van Deloitte, van ING, van verschillende andere bedrijven. Dus dat wordt, we hebben al 80 inschrijvingen voor de 1 oktober en 70 voor de 27 oktober. Dus iedereen van harte welkom, afhankelijk van de voorkeur voor virtueel of in real life. En met deze zou ik iedereen graag bedanken. In eerste instantie Michiel, Bjorn en Frank. Maar ook Jeroen en heel het team achter de schermen. En natuurlijk al de deelnemers aan deze conferentie. Ik vond het zeer interessant. Ik denk dat we heel veel geleerd hebben. We hebben ook geleerd dat Belgische wijn toch wel een beetje superieur is aan Nederlandse wijn. Maar het belangrijkste is dat we bij elkaar waren en met elkaar ervaringen gedeeld hebben. Dus dankjewel en tot heel binnenkort. Tot ziens.